zijn. Dat rijdt dit jaar voor het laatst en dan gaat dit team stoppen. Maar willen we wel graag in de top houden. Nog twee voor dit team, maar het zijn Verspangen en Kempler die samen met deze wijkcamp onder in die topgroep daar op een andere wijze de stuurbal aan het opstroken zijn om te proberen om uit die degradatiezone weg te blijven. En dan is dat voor wijkcamp iets meer.